En ik ben wel benieuwd hoe het onderhoud gaat. Ja. Zo'n mega attractie. Nou, zou ik wat vertellen? Ja. Dat gaan we dan regelen voor jou. Ja, gaan we dat echt doen? We gaan een kijkje achter de schermen nemen. Ja, oké. Met het als graffiti. Druk bezig met hoe ze daar hier over 10 jaar uit hebben, want dat doen we al een hele tijd. En dan is dat wel steeds een overweging, een van de dingen die op ons lijstje staat. Er stond er ook een ander type coaster op ons lijstje, maar daar hebben we van afgezien omdat we weten dat die in praktijk gewoon echt niet functioneert. Dus die hebben we eraf gehaald. Ze hebben een soort van reservoir van ideeën die we zouden willen toepassen, daaruit zou kunnen. Maar we vinden wel, ik hoop dat jullie dat herkennen. Maar we proberen wel als we iets toevoegen in Malibu, dat het iets is wat je ergens anders niet vindt. En dan moet je daar goed over nadenken bij Dark Ride. Want zomaar een achtbaan in een hal, dat is niet goed genoeg. Waarom kiezen jullie voor achtbanen en niet voor kleine losse attracties in het park? Want die zijn de afgelopen jaren wel veel gaan opgeslepen. Ja, we hebben inderdaad kleine attracties uit het park gehaald. En dat komt omdat we ze of te onderhoudsintensief vonden, of te storingsgevoelig en niet oplosbaar of niet veilig. En we hebben gezegd van, we zijn op pad geweest, we hebben een aantal bezoeken gebracht aan locaties om te kijken, zou dit dan iets zijn? Niet meteen een achtbaan van meer dan 10 miljoen, maar iets anders. Wat toch wat meer het park zou verbreden in aanbod. Hè? Dat je, want we zijn, als je ziet gasten met families met kinderen die naar ons toe komen, daar communiceren we niet naar, maar die komen wel gelukkig. En zij altijd heel erg positief verrast zien in Kionia. Dus die zeggen van, goh, het is eigenlijk veel meer dan we dachten. En dat is ook iets voor kleinere kinderen. Maar dat zouden we wel, dat staat op ons lijstje om dat te verbeteren. En op korte termijn. Welke attractie zou je een nieuw leven willen geven in het park? Waar je denkt van, daar kan die veel beter naar voren komen. Die vind je nou eigenlijk te min, maar die zou je meer eventueel vernieuwen of renoveren. Ja. Nou ja, Robin Hood stond boven aan het lijstje. Omdat ik dacht, dat is wel best een bumpy ride. En slaat zeker niet in één klap. Dat is bijvoorbeeld ook zo met Condor, want jullie weten dat we hangers getest hebben. We komen alleen niet helemaal uit, we hebben offertes gehad meerdere. En we krijgen niet helemaal helder wat het ons nou echt gaat kosten. Dus we vinden een gevaarlijk project. Als je daar eenmaal aan start, dan moet je wel precies weten wat gaat het ons kosten. En zo heb ik bijvoorbeeld nog wat andere plannen in het park die achtbanen beter tot zijn recht doen komen. Dus die zijn er wel en we werken daar bijvoorbeeld 20 september hebben we weer zo'n dag dat we met elkaar gaan zitten en zeggen, nou dit zou ik kunnen doen of dat. Ik weet niet of dat een beetje antwoord is op jouw vraag. Wie achtbanen? Ja. Ik ben voorstander. Oh, goed. Nou, top. Iemand anders? Maar de parkbaan ga ik vanuit volgend jaar gewoon weer open, volgend seizoen. Er is een onderzoek gaande, want dat is misschien ook wel een vraag. De NVWA doet een onderzoek en zo hoort het ook, godzijdank. In Nederland gebeuren dat soort dingen. We hebben een winkelmandje, dat hebben we gepikt bij de C1000. Dus van ons, kijk maar, daar zit een stinkje in de week. Daarin zitten al jullie namen, voor- en achternamen. Dan gaan we zo meteen even een kleine tombola doen. Ga ik namen hier uithalen. Roep ik je naam dan om, oh dat zou te gek zijn, dan kan je een leuke prijs winnen. Er staat hier een winkelwagentje, die komt van diezelfde supermarkt overigens. Er zitten allemaal achtbaan onderdelen in. We hebben hier... We hebben ook, om onze kantoren hebben we wat canvasdoeken weggehaald. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Dit zijn allemaal canvasdoeken en plattegronden en dingen die eigenlijk oud zijn en die niet meer kloppen. De kwaliteit is hier bijvoorbeeld nog groen. Nou ja, daar is hij niet meer. Dus we hebben allemaal leuke dingen. Kijk eens. Zo. Dan geef ik het gewoon aan de volgende. Dus, je ogen dicht omdraaien. Spannend, hè? Gaan we gewoon van rechts naar links of laten we mensen zelf kiezen, Tim? Zelf kiezen hoor ik hier. Ja, hij wil kiezen. Oh, je verzint het niet, maar die is er gelukkig niet. Wessel Wit van Loopings. Nee, helaas.
neus erbij. Zo, Tommy. Ja. Wie ben jij aan het appen? Ja, nou een maatje van mij natuurlijk. Even een selfie laten zien van mij en de directrice van Walibi. Hoe heet ze? Hoe zeg je? Hoe heet ze? Wat hoe is heet haar zij? Naam? Masha. Nee, ja, dat vergeet ik niet. Dat ben je wel. Nee, dat vergeet ik niet. Ja. Heb jij haar nummer niet gepikt? Nee, maar ik zag al op haar telefoon, ze hadden al heel veel appjes. Ja, ja. Ja, dan kan ik ze wel gaan appen, maar die vrouwen natuurlijk ook gaan sturen. Ja. Maar ja. Wat doen we hier vandaag in Walibi? We gaan een speciale dag houden in Walibi. Ja, een soort fandag, hè? Ja, een fandag. Ja. Er zijn een hoop fans hier, we zijn niet de enige. Nee. We hebben net loting gehad van onderdelen winnen van een achtbaan. Ja, en genoeg, leuke foto's. Viel ik buiten de prijzen. Ja. Ik helaas ook, maar ik kende wel iemand die zou hebben gewonnen als hij aanwezig zou zijn. Ja, daar hadden we eigenlijk de hand op moeten opsteken. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. 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 We gaan denk ik even een paar achtbaantjes pakken. Dus, ja. We hebben ook een backstage tour straks, hè? Ja. Kijk, we kunnen bij het spookhuis. Ja, dan gaan we in het spookhuis, ja. Maar dan met de lamp aan. Dan gaan we zien wat er echt gaat gebeuren. Kan je daar wel solliciteren? Ja, nee. Voor Halloween. Ja. Nou, we kunnen ook bij een achtbaan, dat is Gravity. Dan kijk je achter de schermen nemen straks. Ja, dat lijkt me wel. Dat kan wel eventjes doen. Want achter de schermen kijken hoe de werkplaats is. Ik ben zelf ook iemand uit de techniek. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat in zo'n werkplaats. Ja, dus laten we eerst even andere leuke dingen doen. Een paar achtbaantjes. Ja, ik wil even eerst van een paar achtbaanen pakken. Even die adrenaline even omhoog pompen. Dus tot zo. Ik ga het pakken. Zeg, hebben ze hier een Amerikaanse jaar of iemand mee voor de bloed? Dat zal het wel zijn, hè? Ja, voor een auto met een B-opgedaan. Zou dat misschien zijn? Oh, hallo, praat weer. Voor een motor, zeg. Dag, hè? Heb ik geen motor voor B-opgedaan, Wouter? Zeker niet, B-op. Zo, hier werken samen Walibi Vrijtenijs. Een mooie installatie, dat was niet het enige gezegd. Maar met Halloween Vrijtenijs heb je allemaal acteurs. En die laten je aan het strikken. Maar deze acteur is denk ik al vast aan het oefenen. Hij kan een beetje beter mensen laten schrikken. Dus even oefenen hoor. En dan kan je zo hier aan de gang. Mag ik dan hier aan de gang? Ja. Eerst even oefenen hoor. Ik schrok niet echt namelijk. Ja, maar ik heb denk ik wel geen pak nodig, of wel? Nee, dat niet. Ja, gewoon als we zelf gaan. Dan, ja. Ook geen okay, masker of zo. Nee. Helemaal. Zo zie je er goed uit. Ja, mooi man. Zeg, ik kan een werk kunnen vinden. Ja. Ik zou zeggen, solliciteren gewoon. Ja, ik kom gelijk naar Masha toe en ik zou het wel even vragen. Goed, Tommy. Als ik zeg rood en zwart, waar denk je aan? Ja, normaal zou je denken Vitesse, maar ik kan niet van voetballen. Maar ik denk de Lost Gravity. Ja, die is geel met zwart. Ja. Ja, ja. Je vroeg geel en zwart en ik kijk voor me. Ja. En ik zie een geel en een zwarte baan. Ik had je met de rug naartoe moeten staan, dan was het gelukkig geweest. Ja, maar zullen we hem gaan doen? Ja, laten we maar doen, hè. Ja. Ik heb er wel zin in, ja. Ja. Het is een leuk baantje. Ja. Okay. Mijn nummer 1, dus van de Walibi-achtbaan tenminste. Ja. Dus, ja, we zitten wel op een leuke bochten. Ja. Zitten leuke ook heel veel airtime. Oké, dus lekker zweven en... Nou, kijk eens hoe druk het is. Hartstikke druk! 10 minuten in wachttijd. Een Speedup Express 35. De Crazy River, daar wil je ook wel vast in. Dat is een noodwaterbaan. Ja, die hebben we net al gezien. Dus, laten we snel even in de wachtrij aansluiten. Ja. Dan even een ritje. Daar zijn we. Een reguliere ingang is die kant op. Als je dat knopje in druk gebeurt is, dan denk maar uit. Welke? Deze? Ja. Nou, de noodstop staat erin. Nee, hij doet niks. Jawel, er gebeurt wel wat, hè? Wat gebeurt er dan? De camera gaat snel omhoog. Gaat de camera omhoog? Oh, ik ben naar beneden. Dan gaan we naar beneden. Oh, stop! Ja. Zo, ja, kom. We kennen elkaar.
Tommy, we zijn net in de Los Capri geweest. Ja. Maar wat vind je ervan? Spannend. Wat vind je spannend aan? Ja, het is vooral heel apart. Ze naast het bakje aan. Ja. En ja, tijdens die vrije val, ja, je ziet niks onder je. En ja, dus er komt weer een bakje voorbij. Ja. Komt telkens niet voorbij. Ja, ik vind hem echt super gaaf. Dus, ja. Zeker een aanrader, hè? Ja, zeker een aanrader, ja. En voor achtbaan hout, dan moet je gewoon deze ook gepakt hebben. Ja. Dat is waar. Ja. Dus hij kreeg voor mij echt een 7,5 tot een raaf. Ja, zeker weten. Ja, en dat geef ik niet gauw, maar ja. Okay. Nu gaan we weer door naar een andere attractie. Ja, kom een achtbaan, ik laat me verrassen. Ja. Of een wildwaterbaan is ook wel leuk. Ja, dat is ook wel een keer leuk. Het is lekker weer, dus ja. Ik moet een beetje uitkijken bij water, ik ben een beetje slecht in orde. Ja. Ik wil wel mijn stem horen. Maar jij gaat voorop, goed? En jullie zijn zo druk bezig met de aankleding. Dit hoofd was vroeger een onderdeel bij een show. Toen het nog Six Flags was en in de beginjaren van Walibi. Het was een erg leuke show. Het miste wel, die shows in Walibi. Maar er zijn nog geen shows meer, hè? Ik heb wel een stuntshow. Ja, van Batman en Looney Tunes. Ja, daar was er iets met waterskiers en ja, dat was Nou, zijn ze helemaal afgestapt van de show. Ja, ik vond het ook altijd wel leuk in dat restaurant. Ja, gewoon even rustig aan, even zitten. Even zitten en even genieten. Precies. Ja. Maar het is een nieuwe raad. Ze zijn nu al bezig met themagebeelden. Met de piraten. Dat was mooi bij de volgende attractie. Weet je die attractie ook weer? Een hele mooie boot. Ja, je kan daar nou niet in, hè? Alleen met de aluminium mag je daarin. Oké, okay, dus dat kan een plekje voor mij worden. Ja. Ik ben goed nat geworden, maar het is een goed begin, vind ik. Ja, ik ben alweer bijna opgedroogd met de zon. We kunnen ook een waterattractie doen. Ja. Alleen, ik mis wat bij jou. Ik weet niet wat, maar... Ja, ik zit ook. De pet. Ah, ja. De pet verloren. Ja, we gingen in de wildwaterbaan in één keer zo op. En ja. Maar dan ben je niet een vaste kijker van mijn vlogs, of wel? Nee, hoezo dan? Nee, ik heb al 2 vlogs gehad waar iemand een pet is verloren. Ik dacht, dan ben ik nummer 3. Ja, dit is al de 3e vlog, hè? Ik zeg maar zo 3 maal een scheepsrecht. Ja. Ja, ja, het is jammer. Ja, nou heb je geen pet meer, hè? Nee. Maar eens eventjes, misschien kan ik toveren. Ik kan eens een move doen, misschien dat het helpt. Ja. Zou ik eens in mijn handen gaan klappen? Probeer maar. Ja? Hey! Hij is terug. Hey! Hey. Ja, fijn. Werkt dat trucje ook met geld? Met geld? Huh? Dat weet ik niet. Ik ben 50 euro verloren. Zal ik eens even klappen? Ja. Nee, ja. Jammer. Ja, misschien kan het maar eenmalig. Hè? Nou, wat voor wijze les heb je nou geleerd? Ga niet in de wildwaterbaan met een pet op. En je moet gewoon eerst de pet af doen. Dus en dat geldt ook voor losse spullen, hè? Zoals je telefoon of bril. Ja, een bril. Ja. Ja, dat wil ik nog wel in de tas zetten, maar ja. Nee, maar die borden staan er niet voor niks, ben ik achtergekomen. Ja. Ik had je nog gewaarschuwd. Ja, nee, kan wel. Ja. Dat gebeurt niet eens. Hey, geweest, hè? Ja. Ja. Maar, ja. Dus nou heb je hem terug, volgende keer weet ik het er niet. Ja, nee, ik ben heel blij dat ik hem terug heb. Het is maar goed dat we zo goed kunnen toveren. Precies, ja. Ja. Nou, we gaan nou in een andere waterattractie, hè? Want je wou nog natter worden dan het al was.
Ja, dan hebben we er in ieder geval gehad voor vandaag. Precies. Ja. Ik zou maar snel weggaan voor je, voordat de trein aankomt. Dan kunnen we er een Peking eet van maken. Dan worden jullie Peking eet. Kunnen wij jullie opeten? Ja, dan noemen we het de Peking Eet Express. Goed, waar zit je naar te kijken? Ja, water. Nou. Het ziet er op zo'n waterattractie uit, hè? Ja, het ziet banden, water. Ja. Muziek. Wat komt er doorheen? Ja. Kijk als we er nat van worden, dan staan we er wel behoefte aan, hè? Een beetje verkoeling. Precies. Het is zo heet vandaag. Zo, we zijn net een Henri Grandet geweest. Zo'n waterbaan met de ronde bootjes. Een soort rapid river. Wat vond je daarvan? Kort. Ja, hè? Ja. En ik vond het ook niet zo'n spectaculaire attractie. Dat is een leuke familieattractie. Ja. Kleine kinderen. Dat precies. Is wel, voor mij mag ik liever een achtbaan. Ja. En je bent ook niet zo nat geworden, hè? Nee. Ik heb de jas al aangedaan, denk ik van water, maar... Ja. Dat was eigenlijk niet nodig geweest, hè? Nee. En je wou nou een achtbaan pakken, hè? Ja. Ik weet het nog wel leuker, dus op met de Colijers. Ja, de Colijers. Ben je daar niet mee? Ja, gaan we een beetje snelheid pakken. Ja, hè? Ja. Beetje actie. Beetje adrenaline geweest. Kleur gaat worden. Ja, het is een lastige keuze, wat voor slusgroepen je wilt, hè? Ja. Er zijn zoveel smaken, zoveel keuzes. Hier, dit is bruine cola. Ja. Die is al een keer gedronken. Ja, een beetje cola is altijd goed. Ja. Kan ook meerdere kleuren, hè? Ja, dat had ik op een gegeven moment. Ja. Ja, dan de blauwe nog ook niet. Oranje. Ja. Ja, wordt het 10 euro? 10 euro maar, voor als een aanbieding. Ja, wil ik graag pinnen. Maar moet je er zelf geen naar, nee? Nee, ik hoef het niet. Ik ben pas ziek geweest zeker. Ja. Helemaal goed. Zo, we hebben de Colijers gevonden. Ja, die jas zit er nog aan. We worden niet nat deze keer. Nee, jij hebt het. Nee, de pet gaat ook af. De pet gaat ook af. Ja. Verstandig. En we gaan even een beetje snelheid opzoeken. Ja. En de hoogtes, hè? De hoogste achtbaan, hè? De hoogste achtbaan, de snelste achtbaan. Ja. Ik heb hem al een keer eerder gehad, maar toen was hij nog in het groen. Dat is nou. Dus blauw. Nou, blauw met zwart. Blauw met zwart. Nieuwe kleur, het was wennen, maar... een oude achtbaan. Ja. En, we gaan het zien. Dat zou ik een ritje maken. Sluspuppie mag trouwens niet mee, hè, maar dat weet je. Ja, maar jij kan ook voor de binnenberg. Ja? Zo, daar gaat het volgende torentje van de Colijers. Ja, ik denk dat ik beneden ga staan. Dan ga ik alle spullen opvangen die de mensen onderweg verliezen. Ja. Ik heb al twee keer gezien dat er wat uit het karretje vloog. Ja, leuk en gevaarlijk eigenlijk. Ja, of misschien ook wel handig voor de handel. Dat is waar. Ja. Maar wat vond je van de Colijers?
Ja, super gaaf, hè. Adrenaline zit zo, die komt van onder uit je buik. Van al die, die airtime wat erin zit. En wat is de airtime precies? Ja, voor de kijkers thuis, dat is zeg maar een beetje als je over de hobbel heen gaat en je zit vrij. Ja, dus je zweeft in de lucht. Ja, je wordt in de beugel gedrukt. Ja, ja. Je komt zeg maar, je ziet, je komt van je stoel af. Ja. En dat is bij deze achtbaan, komt dat meerdere keren voor langere tijd voor. Ja. Dat is helemaal een leuke achtbaan, hè? Ja, en natuurlijk snelheid, hoogte. Ja, ja, qua snelheid en hoogte, ik heb wel een 8,5 aan 9 gegeven. Maar ik heb voor mij wel een 8. Ja? Ja, daar wil ik mee afsluiten. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu door naar de volgende attractie. Ja. Het zal misschien wel afgeschoten worden. Nee, we hebben nog tijd tussendoor. Ik heb eerst een andere leuke attractie. Oh, ik ben benieuwd. Attractie. Ja, dat je kent Villa Fonsa, toch? Ergens in ergens in Brabant. Ja, dat is in het park. Kasteuvel. Ja, we noemen geen namen. Nee. Maar het heeft iets met tweelingen te maken, geloof ik. Tweelingen? Nee, ja. Geen tweelingen. Waar? Ja, die ja. Die link. Eng. Ja. Ja. Nou, dames, succes. Nou, start er hier af met de Colaïk. Ze zijn net weg. En daar komen ze alweer. Zo, hier bouwen ze ook aan Halloween Fright Night. Daar hebben we de Robin Hood. En hierachter staan is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Jullie kunnen zien. Hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren, snap ik ook niet. Maar ja, het zou wel een voorgezet plan zijn geweest. En dat is ook voor Walibi Fright Night. Even als deze truck, deze bus, ziet er gevaarlijk uit. Er is ook een boomstronk. Dus je bent gewaarschuwd als je langskomt in, met Halloween Fright Night. Voordat je weet, komen ook echte acteurs tevoorschijn. Ja, ik moest even oefenen, hè. Halloween Night. Ja. Maar leuke decoratiestukken staan hier allemaal. Ja, hè? Mooie lege voertuigen. Ja, ik was al aan het proberen om te starten, maar ik had... Had je de sleutel wel bij je? Nee, maar ik kan ook wel starten zonder sleutel. Oh ja, met de schroeven draaien, hè? Ja, ja, maar dat is het. Die schroeven draaien niet bij me. Ja, ik kan alleen een kruis bij me, geen platte. Ja, de platte je moet de platte meenemen. Ja. Heb ik je nog gezegd. Nee, maar even platte schroeven. Ja, ik kan hem wel een schroeven draaien en dan kun je er steel uithalen. Ik kan hem omdraaien en hij kruist en plat in één. Maar, ja. Was je weer vergeten, hè? Ja. Maar dan gaan we wel verder, denk ik, een attractie pakken. Nou, tot zo. Goed, we zijn bij... Hoe heet deze attractie ook weer? Iets met Magic, kasteel, Villa Volta. Hè? Nee, dat is ergens in Brabant, hè? Oh ja. Villa Volta. Ja, nou, maar daar kan je deze wel mee vergelijken. Ja, dat is een beetje de tweeling van de F, zeg maar. Ja, F tweeling, ja. Ja. Alleen ik vind deze mooi. Ik ben zo meteen benieuwd naar jouw mening. Ja, ik ga dadelijk uitgebreid mening. Let op de details. Ja. En ik ga je over horen. Ja, nee, dat is goed. Je kan alleen zakken of slagen. Ja. Dus, En misschien gaan we ook nog een cijfer uitdelen. Ja, wie weet. Ja. Tot zo. Zo, Tommy. Ja. Dus ik vraag aan jou. Ja, we zijn net in de Magic... Kasteel geweest. Ja. En Of... Villa Volta in een ander pretpark. In Kaatsheuvel, bij die tweelingen. Ja. Welke kies je dan? Ja, om eerlijk te zijn, ik vond deze mooie, spectaculaire. Alleen, ik mis die tune erbij. De Villa Volta tune. Ja. En dan over de kop heen gaat, je hoort die tune erbij. Dan maakt het wel af. Dat is wel. Ja, dat miste ik gewoon. En waar gaan we nu naartoe? We gaan naar...
Dat is Spookhuis. Ja. We gaan, ik heb een ticket voor, wij hebben een ticket voor, om in het Spookhuis te gaan kijken, met de lampen aan. Ja. En als goed is kunnen we daar ook gaan filmen, dus we kunnen jullie meenemen. We mogen daar helaas niet filmen waarschijnlijk. Nee, dan moeten we het maar stiekem filmen. Ja. We gaan in ieder geval proberen te filmen. Ja. En, maar vanavond mogen we wel bij de Robin Hood een reis maken. Oké. Ja, dus we mogen de, kijkers meenemen in de aqua. Een hoge uitzondering, mag dat? Ja. Zo, hier gaat het gebeuren met Halloween Friday. Hier was eerder een stuntshow te zien van de Batman. Later een andere show. Zo. Een beetje uitrusten, omdat we harder werken om die mensen te laten schrikken. Het is nog geen Halloween, maar... Je bent er wel voor gekleed? Ja, ik wel, ja. Ja, ik heb gezichten voor, ja. Zijn je eigen woorden? Ja. Ja, maar kom alle tot naar de Walibi met Halloween, zou ik zeggen. Ja, Halloween, quite nice. Ja. Misschien zie je... Die Engelman ook nog wel. Pas wel. Ja, maar die wil je niet zien. Nee. Het is het beste dat je thuis blijft. Dan komen er nog een bezoekers naar Walibi. Ja, kom Walibi maar bezoeken. Ja. We gaan weer door naar de volgende attractie. Hoe vind je dat? Ja, daar heb ik wel weer zin in. Een beetje weer adrenaline kweken. Zo, Tommy. Ja. Vertel eens wat we gaan doen. Nou, we hebben het tak voor elkaar gekregen. We kunnen een kijkje gaan nemen achter de schermen. Ja. En er komt een liefdallige dame aan. Oh, nee. Nee, dat is niet wat anders. Nee, in ieder geval... Zie je, hij is gelijk helemaal geslagen. Ja. Ja, ik verwacht eigenlijk een dame. In ieder geval... Even kunnen we kijken hoe de onderhoud gaat aan de karretjes van Lost Gravity. En we zullen zien. Ja. Ja. Kijk je in de werkplaats van de Lost Gravity? Ja, in de werkplaats van een achtbaan van de Alibi. Van de Alibi. Ja. 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 We zijn achter de schermen. Oh, ja. Is het een moeite waard? Wat zeg je? De moeite waard? Nee, ik zal terug gaan. Oké, okay. Ik ga niet gaan. Ja, ik ga toch. Jammer dit. Achter de schermen bij Lost Gravity. Super oud. Oké. Hallo. Gaan jullie ook in Duits doen? Ik hou denk ik op Engels. Is dat goed? Ja, Engels. Zo, we zijn nu bij de werkplaats van de Lost Gravity. We mochten alles aanraken. Het is een beetje een kind. Mooie wielen. Ja, het is jammer weer een trein. Oeh, zijn het best zwaar deze wielen? Please welcome in the storage of the Lost Gravity. I keep this story short. Just take a look around. You can watch upstairs, but please stay behind the chains. Zo, familie Jerrycan is er ook weer. Zijn testpoppen die elke ochtend een ronde maken als eerste de Lost Gravity. Goed, de treintjes komen hier naar binnen. Voor controle en onderhoud. Dan worden ze hier zo naar binnen gereden. Zoals jullie kunnen zien, eindigt hier de baan. Dan wordt hij op dat ijzer. Dan komen de wielen daarop.
En dan kunnen ze ja, controle maken. En controleren in de winter, onderhoud plegen. Zo, we zitten naast de familie Jerrike. Vader en zoon zullen ze zien. Willen jullie ook in de vlog? Nou, wie zwijgt stemt toe in dit geval. Dus, nou, ze worden elke ochtend in de kamertje gedoemd. Dan gaan ze even een testrende maken. Je gaat niet die mensen afspuiten, hè? Nee, oh, dan is het goed. Hij is stuk! Hij is stuk! Ja. Zo Tommy, bij welke achterbaan staan we nu? Bij de Speed and Sound. Speed of Sound. Ja. Dus een achterbaan die gaat voor en achteruit. Ja. En over de kop ook nog, hè? Ja, en over de kop natuurlijk. Ja. Ja. Het is een leuke achterbaan. Het is een boemerang. Ja, ik kom terug. Ja. Behalve als zij een storing heeft, dan ga je niet meer terug. Nou, dan blijft misschien wel zijn kop hangen, de looping. Ja, nou, meestal gaat hij voor of achter, dus de looping blijft meestal niet hangen. Nee. Maar dat gebeurt niet zo gauw, hè? Nee. Ik zie dat er al een karretje omhoog gaat. Ja, die komt zometeen weer naar beneden. Ja, dat gebeurt altijd, hè. Als je dat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Vaak wel. Zelfs binnen een vliegtuig. Eet roosje, kom altijd weer beneden terug. Ja. Daar gaan ze. Oké, doe die twee maar gelijk tegelijk in. Twee tegelijk? Ja. Wel mooi gek zo.
hebben het overleefd. Ik heb dit karretje weg laten sturen en ze zitten allemaal er nog in. Dus de camera is allemaal nog in. Ja, alles zit er nog in. Hoe was hij, jongens? Zo, wat was de dag in Walibi? Een fantastische dag. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Zeker. Binnenkort maar weer even wat plannen. Ja, binnenkort, volgende week of zo. Ja. En dan, ja, ik wil even kijken of we weer naar de wegen gaan of moeten we naar van een ander park. Volgende week heb ik al wat te doen, maar binnenkort even naar de datum plannen. Ja. Ik heb Robin de Hoed ook nog even mogen bedienen. Ik vroeg als ik mocht filmen met de bedienen, dat zijn karretje wegreed. Toen zei hij, wil je handen zelf drukken? Nee, heb ik een karretje weggestuurd. Dus, sommigen betalen daar hartstikke veel geld voor. En ik heb... ja, ik ben een vlogger. Nekmans. Walibi was super leuk, man. En thumbs up, hè? Thumbs up, man. Subscribe. Nick, mens. Abonneer op die man, je weet het. Like en deel die dingen, die hard. Hij is goed bezig, hij is goed bezig. Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja, man. Ja. Nou, jij hebt een grote bal, man. Ja, maar we hebben gewonnen. Ja, gewonnen. Ja, jullie goed, man. Ja. Ja. Misschien weer binnenkort fans erbij. Ja, precies. Ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hey, doei. Doei.